Yo guys, leuk dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe video. Mijn naam is Justin. Vandaag zijn we weer met een gloednieuwe video van Fortnite Battle Royale. We gaan weer lekker een Fortnite potje knallen met de PlayStation skin. Ik vind het een super nice skin. We hebben goed nieuws, want ik vind het goed nieuws. Misschien niet iedereen, maar Vault en Guns komen terug. Dus Guns zijn weggehaald door Fortnite, komen terug. Ik weet dat de Light Machine Gun zit er nu in. De Suppressed SMG zit er nu in. En de paarse... Hoe heet dat, zit er nu in? Paarse impuls zit er niet in. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat die pump terugkomt. Ik vind het best geloven. Ik hoop het ook te geloven. Ik wil niet dat ik hem nog veel gebruiken. Net als de Light Machine Gun. Ik vond het vroeger super chill. Maar je hebt nu die Combat Shotgun nu en die schiet heel snel. Dan is hij misschien een beetje waardeloos. Maar we gaan het zien. Je weet niet. Misschien als de pump terug is, gaat toch iedereen met pump. Of ik bedoel ik dan meer van dat. Ga ik toch weer met Pumbits even kijken of het toch chiller speelt. Maar ik, als ik niet zou zeggen, zou ik me toch met die combat gaan. Heel raar of zo. Maar maakt nu even niet uit. We gaan nu lekker naar dit kleine huisje in Pleasant Park. Ik weet niet hoe, ik zag al twee mensen langs vliegen in mijn ooghoek. Dus het is niet helemaal stil hier. Maar ik heb nog geen gun, dat is ook behalen. Nog steeds geen gun. Het is een drumgun. Het is een gun, weet je. En dan kun je gewoon, ik hoor volgens mij een kist. Yes. Nog een drumgun, ja, dat hebben we niet nog een nodig. En daar ligt de suppressed. De suppressed dingen. SMG. En dan gaan we even kijken of we een ander huis zou kunnen. Tankstation. Daar is gebouwd, daar is sowieso iemand. Zware gevechten in het huis. Kunnen gaan koenkloeren. Waarom kan ik wel even kijken? Ja, nee, natuurlijk niet. Ja, het is wel gevaarlijk om even binnen te gaan. Maar we kunnen er wel gaan. We hebben wel allemaal shotguns. Lekker, jongens. Ik hoop dat dat de enigste was. De pump, hij is terug. What the fuck, man. De pump, we hebben gewoon fucking de pump. Het gaat zo raar worden. Het is gewoon meer een layout. Een layout, zeg het goed. Gewoon, de hotbar ziet er meer uit dan... de jaren... die ik vroeger... Het ziet er echt raar uit, dat we de pump hebben. Maar ik ben wel blij dat ze die weer terug hebben gehaald. Die mocht ze ook gewoon niet eruit. Dat is gewoon de gun... daar guns of zo. Een van de beste. Ik ben nog steeds aan het twijfelen wat ik zou pakken als ik moest kiezen tussen die twee. Ik weet niet precies waar iedereen zit. Ik ben nog bang dat hij of hij aan zit te campen. Hier niet. Die neem ik wel aan. Nee, die neem ik niet mee. Gaan we terug naar boven, want ik zie niemand hier. Maar ik hoor wel iemand hier. The fuck, het is toch wel echt raar. Ik switch ook niet, hè. Normaal zou ik meteen switchen naar mijn... SMG, maar ik was gewoon gewend dat die zo sterk kon schieten. En ik schoon, dan moest ik zo lang wachten voordat die weer kon schieten. Dat was echt raar. Dat brengt echt een raar gevoel of zo. Maar we hebben hem, daar gaat het even om. Gaan we weer terug naar boven. Toen moet ik langzaam naar de cirkel. En ik had een beetje shield. Maar dat maakt even niet uit. Hij had een ER-kut, die moet ik eigenlijk meenemen.
ben bang, dan ga ik niet naar de cirkel, dat ik in mijn rug daar gepakt gaat worden. Want ik moet er maar op vertrouwen, want dan blijf ik hier misschien wel langer. Dat moet ook niet zo zijn. Jorin moet reloaden hier. Ik hoorde iemand een shotgun reloaden. En ik weet niet precies waar. Zit er 100% zeker dat er iemand achter ons is? Dus dat is eigenlijk een kutgedachte. Dat je gewoon denkt van je kan ieder moment gewoon iemand kan je van achter proberen te pakken. Kan ze gebouwd zijn? Ja, weet je, we gaan nu gewoon door. We kunnen toch niet veel te lang blijven. Het is een building fight geweest. Is dat een kist? Oh nee, lama. Ik zag geschild, ik dacht dat het een kist was. Ik moet niet even onthouden. Ik moet switchen als ik ga schieten. Meteen. Ik ga proberen te onthouden. Of het gaat lukken, weet ik niet. Maar je weet het nooit, we kunnen proberen het te onthouden. Hier naar boven. Zou je kijken of je shield is? Want ja, we komen echt shield tekort. Zo, dus kogels zijn niet opgepakt. Dus het kan zijn dat het nog niet geloed is. Ja, deze is de shockwave grenade. Oh ja, die. Ja, die bedoelde ik. Alleen ik zei gewoon paarse dingen omdat ik de naam niet meer precies weet. Ja, minis. Super chill. Meteen weer 150. Dat is al een stuk meer. De cirkel is er bijna weer bij ons. Kunnen richting de drone gaan. Misschien is dat nog niet geloot en zit er iets van shield of gewoon een andere goede gun in. Dus we gaan daar even naartoe. Kunnen we even kijken of iemand kunnen snipen, want we hebben toch heavy sniper. Ik zie van de 4 niemand zo snel. Ah, dat is al geloot. Ik dacht eigenlijk wel. We kunnen kijken of hier iemand is natuurlijk. Misschien zie je daar nog mensen. Oh, hoe kon die mes zijn? Ik dacht echt dat die raak ging zijn. Ik kan het eigenlijk nog van achter mij gaan pakken. Zie hem ook niet meer. Hier ergens iemand. Ze zitten nog steeds in een cirkel. Ze kunnen hier wel blijven. Dat ik ook ga doen. Een beetje gaan snipen. Dat is te ver. Zie ik een haar of hem of nee. Die kist eigenlijk wel pakken hoor. Zal ik hem gewoon slopen? Ik ben echt scheef van stop maar.
daar is gebouwelijk in ieder geval recent is of niet. Daar trouwens ook. En daar nog wat meer. Twee minuten wachten voor een nieuwe cirkel, daar bouwt iemand. Even afwachten waar hij naartoe gaat. Terug kan ik hem beter snipen. Ik viel bijna er vanaf. Wanneer hij gaat, vind je dat ding. Waar is zij? Oké, dan waren we bijna door. We hadden hem eerder, want hij was echt low. We hebben hem. De nieuwe revolver, weet je wat? We gaan zo spelen. Even kijken, zo. Beter eer nodig. Hij heeft geen eer. Maakt niet veel uit. Maar ik weet niet hoe deze is. Heeft hij chillen aim of zo? Hij heeft net als ding. Hoe snel schiet hij? Redelijk snel. Oké, hij kan chill zijn. Wacht nog even tot de cirkel gaat bewegen en dan naar de cirkel toe gaan. Kijk of daar nog. Ja, dat is een snipe of zo. Toch voor de dingen gaan. Wacht, hoe gaan we dat doen? Even kijken. Ik doe dat denk ik toch nu zo even. Met die, ik ga er toch liever mee, denk ik. Op het moment dat we de healing uit te hebben, gaan we denk de revolver even weg doen. Ik denk dat we het zo gaan doen. Zit op dat. Shotgun. Dat is denk ik niemand meer, want we moeten toch al richting de cirkel. We gaan denk ik ook richting de cirkel. Even naar onder gaan. En dan omhoog. Dan heb je dat groot. Daar is gebouwd. Maakt niet uit. Daar is ook gebouwd. Ik wil niet daar iemand. Ik denk eerlijk gezegd wel, zullen we hem pushen? Hij lijkt me low, anders bouwt hij zichzelf toch niet in. Maar hij is wel weg. Laat zich hier wel mooi even in de dingen liggen. Ik had toch die combat shotgun moeten meenemen. Ik kan echt niet met die meer. Het is echt raar om eens met die te gaan. Maar ja. Dus vonden jullie het leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer zeker op dit kanaal. En hoop ik dat ik de volgende keer zie. Later.